Goedemiddag, we komen net van de EA persconferentie af. En daar hebben wij een hoop verschillende dingen gezien. Even kijken, weet jij nog wat we allemaal gezien hebben? Titanfall, dat is het enige wat ik herinner. Oh ja, dat verrekte goede spel wat iedereen wegblies. Ja, dat maakt wel leuk. En Battlefield 4 natuurlijk. Ook, en nog wat over, wat was het ook weer? FIFA, tuurlijk. Ja, in FIFA komt een exclusieve optie voor Xbox 360 en One. Dat heet Ultimate Team Legends. Daarin krijg je gewoon oude bekenden. Marco van Basten, Patrick Kluivert, Ruud Gullit zat er volgens mij. Nee, Frank Rijkaard, dat soort figuren zitten dan in. En natuurlijk ook buitenlanders. Een hoop Nederlanders zagen we in ieder geval. Ja. Echt een hoop. Hoop Nederlanders, dus dat is goed nieuws. Die zitten erin, ja, die kunnen dan niet Ultimate Team doen. Dus in FIFA 13 en als daarvoor heb je gewoon alleen huidige spelers. Maar en die krijg ik wel het. Legends. Laat ik zo zeggen, ik hou niet zo van sportgames, maar die trailers wisten me echt weg te blazen van FIFA. Gewoon hoe groot, hoe episch die stadions en alles was in-game. En ja, dat dacht ik ook van, oké, ze hebben echt die stadions mooi verwerkt, maar iedereen die FIFA opstaart, staat een potje, skip, 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 skip. Dat is wel waar, ja. Ik bedoel, je hebt uiteindelijk niks aan die stadion. Die trailer te kijken, dat ik ook inderdaad zoiets van, oh, met dat publiek dat juicht, maar dat skip je toch. Ja, ja, het wordt een beetje. Het lijkt leuker dan het uiteindelijk zal worden. Ja, maar dat is met heel veel trailers natuurlijk zo. Maar fuck FIFA, sorry. Titanfall, wat hebben we daarvan te zeggen? Ja, dat zag er weer vet uit. Zo smooth loopt dat. Ik dacht eerst dat die Titans, dat je een Titan per potje had. Maar er lopen echt gewoon 6 Titans tegelijk op het veld rond in het level. Ja. Zag ik dat nou goed? En dat was het nou dat hij uit die Titan stapt en die Titan ging zelf verder? Of was ik nou retarded? Nee, volgens mij stapte hij iemand anders in. Maar Je kon bij een teamgenoot op zijn Titan springen. En dan kon je gewoon een beetje net zoals in een bijrijder van een auto. Rijdt een scooter langs. Dat kan. Dat je gewoon als bijrijder in een Warthog gaat zitten schieten. Nou, zo'n idee was het. Alleen dan boven op zijn Titan. Nou, dat zag er toch wel vet uit, hoor. Ja, dat je toch ook gewoon wanneer je kon. Het was niet cinematic. Je kon er afspringen wanneer je wilde, erop klimmen wanneer je wilde. Ik denk dat ik dat eerder doe dan. Want ik zit eigenlijk nooit naast een Warthog. Want dan zit je met je gun. Dan kun je totaal niet richten. Maar op die Titan ook niet, volgens mij. Het is meer dat het leuk is dat het erin zit dan. Ik denk dat ik dat nou wel eens ga doen. En volgens mij werd die gast ook tijdens de trailer een paar keer keihard geheadshot, maar hij ging gewoon niet dood. Ja, die gasten, ze lieten hem al beleven. Hij knalde iemand uit zijn Titan en die gast bleef gewoon stilstaan van schiet mij. Ja, op de afgrond en toen gaf hij een soort van Spartan 300 kick en stomme scooters, koop een auto. Nee, elektrische scooter, die maakt niet zo lawaai. Dat kan ook. Maar dus inderdaad, die gast werd uit die helikopter geschoten of zo. Uit zijn Titan, sorry, werd hij geschoten. Viel hij naar beneden op zijn gebouw. En dan bleef hij een beetje op een hoekje staan wachten van, kick me dan maar af. Ja. En dan kwam uiteindelijk de Epic Sporting Kick en hoor je iedereen. Deze echt van, kijk, je bent fucking epic, je schiet alles af. Maar ja, het is allemaal nep eigenlijk. Maar ja, Battlefield. Oh, dat was ook gaaf. Alleen, er was zoveel nieuws over premium. Ik dacht van, gaat het nou nog over Battlefield 3? Want daar komt volgens mij ook nog wat van uit. Ze wilden echt dat premium reclame voor maken. Ja. Het ging meer over premium dan de game. Exclusieve club. We hebben 4 miljoen leden. Lekker exclusief is het dan, hoor. Ja, en het was ook, wat ik wel opviel is, je kan 2 weken van tevoren alle DLC spelen. 2 weken. Dat vind ik wel erg lang. Het is natuurlijk voor mooi als je premium hebt, maar ik bedoel, als je niet premium hebt, je betaalt ook al voor een DLC. Waarom moet je dan 2 weken later? Een beetje lullig. Ja, maar voor de rest, die game zag al vet uit. Je had dat Levolution heette dat. Ja. Niet Revolution, maar met een L. Levolution. Oh. En wat erop neerkwam, je kon gewoon levels helemaal vormen. Kwam het eigenlijk neer. Ze hebben niet echt verteld hoe, volgens mij. Het was meer van Je had kleine dingen, zoals de stroom van een gebouw afsluiten en zo. Dus dan moet je met night vision, heb je dik voordeel. Ja. Maar ook dat, wat we in de eerste trailer al zagen, dat flatgebouw dat instort. Dat is ook zo'n level. Ja, maar ik bedoelde meer van, zoals die boot. Ze hadden telkens over dat boot of dat schip, moet ik denk ik eerder zeggen, dat die in de kust ramt. Ja. Maar ze zeiden, dat kun jij regelen en dat kun je veroorzaken met de golven. Maar ik vraag me af hoe ze dat doen, want ik denk niet dat je dat marineschip kunt besturen. Maar dan werd het level overstroomd en dan kon je met boten door zo'n
een straatje heen en zo. Nou, dat is toch wel gaaf. Zo'n typisch straatje als dit, dan kon je dan met een hoovercraft en een boven boter heen of zo. En dat is al echt episch. Dat is inderdaad vet. Wat was er nog meer over? Ze hadden dus inderdaad grote events en kleine events. Je kon nu ook, bijvoorbeeld kon je, hoe heet die dingen? Brandblussen kon je kapot schieten. Ja, maakt er niet zoveel uit. Nou ja, maar het is extra. Het maakt de wereld wat levendiger van Battlefield. Battlefield moet ik nog even over Plants for the Zombies praten. Dat is een timed exclusive, ga ik vanuit. Klein detail, let op de kleine mooie planten daar. Plants for the Zombies. Wij zijn de zombies, wij gamen te veel en daar staan de planten. Ja, sorry. Ga verder. Oké. Plants for the Zombies, dus Garden Warfare heet het. Hele leuke naam. Nou, het spel neemt zichzelf niet serieus. Dat is wel duidelijk. Dat is logisch. Die vet flauwe grapjes en zo. Maar ja, het ziet er wel leuk uit. €40 was het. Dus nou, niet de volledige prijs. Nou, goede prijs denk ik wel. Het interessantste is nog wel de boss mode. Ja, dat is ook nog eens exclusief voor Xbox One en Smart Glass is dat. Dan kun je dus via Kinect kun je dan... eerst even uitleggen wat het spel is. Het is een soort van tower defense-achtig. Alleen dan real-time. Je bent gewoon één van die planten of één van die zombies. Je kunt ook als zombie spelen, dat werd aangekondigd. Ja, en zoals je misschien de oude plant van je zombies hebt gespeeld, dan is het ook verschillende soorten planten. Je hebt verschillende soorten superkrachten als het ware, of effecten. Ja. En nu heb je ook nog verschillende soorten zombies dus, met verschillende soorten zombiekrachten, hoe moet ik het zeggen. Ja, die hebben gewoon een beetje gewoon assault of zo. Heb je, daar komt het eigenlijk op neer. En, een beetje Battlefield-achtig. Ja. Zulke classes heb je, daar komt het op neer. Het is de Battlefield met planten en zombies. Kinkies of zo. Dus ja, dat is ook wel geinig. Maar dat boss mode is dus dat je bent gewoon de opperzombie eigenlijk. En je kunt gewoon alles besturen. Je bent niet één zombie, maar je bestuurt ze allemaal via Kinect of via Smart Glass. Dan kan je zelf zeggen welke kant het huis moet aanvallen. Welke zombies waar moeten staan. En hoeveel zombies elke wave. En dat kan je blijkbaar allemaal instellen, zover ik het begreep. Ik vind het een super tof spelletje. Het is vooral voor iets wat van op een tablet of op de mobiel is begonnen. Ja, volgens mij browser gaming is het vleespeltje, maar dat maakt niet uit. Voor de rest, dus liet nog wat UFC zien, ja, daar weten we eigenlijk niks van af. Vrij weinig. Goed uit, maar ja, het is een trailer. Ook niet veel over te vertellen. Nee. Het is de... Saai potje liet ze zien. Ja, script het was. Ja, het was zogenaamd... Zo en zij moeten dat doen, daar komt het eigenlijk niet. Ja, was al bekend wie won. Nou, ik dacht eens dat het totaal live zou zijn, want ze stelden het voor als er zijn twee verschillende teams en je kan eentje joinen en die kan je op stemmen en zo live hier nu. En uiteindelijk was het gewoon een heel scripted potje en die man vertelde even wat er gebeurde. Wauw. Voor de rest, ja. Ik heb eerlijk gezegd meer op de wedstrijd gelet dan op de inhoud. Dat is het rare. En waar eindigde ze mee? Ja, dat was toch Battlefield Premium. Waar ze ook mee eindigde is dat alles wat ze hebben laten zien speelbaar is deze Gamescom. Op de beurs. Dus dat gaan we sowieso doen. Lijkt mij. Dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Nu heen. Eerst eten. Nu! Eerst eten. Oh ja. Eten is belangrijk. En we gaan de bloemetjes water geven. Ik heb hier ijsthee. Ik hoop niet dat die mensen dat erg vinden. Ze zit niet thuis. Het is donker. Oké, mooi. Daar gaat mijn dure ijsthee. Zo. Heb ik hier wat goed gedaan vandaag?